zouden wel eens de genadeklap kunnen betekenen voor veel zalen, orkesten en theatergroepen, maar ook voor technici, decorbouwers en schoonmakers. De schatting is dat de culturele wereld tot 1 juni liefst 969 miljoen euro aan omzet misloopt, omdat er geen voorstelling door kan gaan. En aan tafel Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw in Amsterdam, acteur Huub Stapel en violist Rosanne Philippens. Ja, Huub, wanneer stond jij voor het laatst op de planken? Volgens mij was ik onderweg naar Winschoten. Toen ik werd gebeld om te keren. En ik zou de 23 maart de laatste voorstelling spelen in de Lamar. Ja. Het waren er nog 12, geloof ik. Van jouw solovoorstelling Het Huwelijk? Het Huwelijk, ja. 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 Op zich zit daar wel een vervolg in na de coronacrisis met alle huwelijken die er nu... Ja, dat moet ik wel, ja. Ja, toch? Moet ik wel. Maar ik zou er volgend jaar nog 70 doen. Dus die 12 die ik nog moet doen, die worden eerst geherplaatst. En dan moet je überhaupt afwachten of er volgend seizoen een seizoen is. Dat weten we natuurlijk dat ook nog niet. Nee. Rosanne, hoe beleef jij de coronacrisis van optredens door het hele, door de hele wereld naar het podium af? Het is echt bizar. Want ik was midden in een tournee met het Gelders Orkest hier in Nederland. Die werd natuurlijk afgebroken. En eerst denk je in weken. En toen zag ik wat ik ging missen. Toen werd het langzaam maanden. En dan ga je echt concerten missen waar je zo ontzettend hard op voor hebt gestudeerd en naar hebt uitgekeken. En op een gegeven moment merk je dat je een periode ingaat waarin je bijna een nieuwe identiteit moet gaan zoeken. Omdat al die dingen wat je jaren hebt opgebouwd, dat gaat niet door. Dus je moet echt een nieuwe realiteit instappen. Dus dat heb ik nu gedaan eigenlijk. En dat lukt wel een beetje. Je bent er nog mee bezig. Ik ben ermee bezig. Maar trouwens, het lukt wel aardig. Want de eerste maand, dus die we er nu op hebben zitten, was het heel raar. Weet je niet wat je moet doen. Weet je niet wat je kan doen eigenlijk. Maar nu begint het radartje te lopen. En dat merk je dus ook, bijvoorbeeld bij het Concertgebouw. Overal merk je dat. Alle hersens, alle creatieve breinen gaan lopen. En ik weet zeker dat er langzaam wegen worden gevonden om het toch levend te houden. Na die eerste shock beginnen de ideeën weer op gang te komen. Werkt het voor jou ook zo? Nee, dat werkt voor mij helemaal niet zo. Want ik zit in de niet gesubsidieerde sector. Ik werk in een vrije productie, zoals de meeste van mijn collega's. Er zijn grote producenten die miljoenen hebben geïnvesteerd uit eigen zak in de hoop dat terug te spelen met voorstellingen. En nu ligt de hele sector plat, dus hoe dat verder moet, dat weten heel veel mensen niet. Nee. En wij zouden ook graag met economische zaken met onze vriend Wiebes gaan praten over dekking van al die kosten tot eind van het jaar. En we is in deze? We, dat zijn de musea, dat zijn de concertzalen, theaters, de festivals niet te vergeten. Die gaan ook allemaal niet door natuurlijk. Want hoe vind je dat er tot nu toe met jullie wordt omgegaan? Nou, ik las tot mijn grote vreugde vanavond in de Telegraaf, in een groot stuk van Wouter de Winter, dat het ontspanningsoord van onze president Mark Rutte ligt in boeken en muziek. En dat er op het torentje heel vaak muziek klinkt van Bach en Mozart en Chopin. Dus ik dacht, yes, hij houdt wel van cultuur. Hij heeft het woord nog niet eens gebruikt ooit, vanaf het begin van de crisis. Maar hij houdt er wel van. Hij werd zelfs op de Europese top gezien met de biografie van Chopin. Dus hij houdt er wel van. Maar wij in de sector hebben de indruk dat ons kabinet er helemaal niet van houdt. En dat vinden wij buitengewoon verdrietig. Ja, want in Duitsland is er 50 miljard uitgetrokken. Ik wist niet wat ik las. Ja. En een toespraak van minister Guters, de minister van Cultuur op televisie. Rosanne weet daar ook alles van. Die de sector een hart onder de riem stak. En zei, wij laten jullie niet vallen. Alle bedrijven in de culturele sector die kunnen op onze steun rekenen. En Rosanne had een mooi voorbeeld voordat de uitzending begon. Die zei dat collega's van haar in Duitsland 12.000 gulden opeens, euro kregen gestort van de een op de andere dag. Ja. Als steun in de rug. En dat eerste, een warm hart toedragen, dat heeft onze minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven van D66, ook met zoveel woorden gezegd. Maar een warm hart toedragen. Geen warme portemonnee. Nee. Want die is voorlopig van uierleer. Ja. Ja. Want ja. Waar kun je wel op rekenen dan? Nou ja, ik hoop dat er gewoon de sector overeind wordt gehouden. De tijden zijn volkomen onzeker. Als je weer naar het Concertgebouw kunt,
Moet je dan 1,5 meter van... Hoeveel mensen kunnen daarin? Daar kunnen er normaal gesproken 1000, 1500 in. 2000 zelfs. Ja. En voor hoeveel mensen kun je spelen? Voor 200? Of 300? Ja, voor de goede, wat is veilig? Voor het idee, Huub, want mensen zien jou zitten en denk je... Ja, man, gevierd acteur, ja, man hier. Binnen. Deze week man. Amsterdam nog een keer herhaald op tv. Kassa. Geen cent krijgen van al die herhalingen. Nee, ik moet toegeven, als ik in Amerika had gewoond... had ik 100 miljoen op de bank. En nu is dat een hele erge... far cry. Maar het gaat om die wereld van mensen achter jou. Ja, natuurlijk. Dramaturgen, decorbouwers, visagisten. Precies. De kassajuf, de placeerders, al die mensen die ook in de keuken... Of bedoel, dat hoort ook tot de culturele sector. Er was, jij stipte net al aan, de radartjes gaan draaien. Er zijn creatieve initiatieven. En wij zagen in het prachtige BNN VARA-programma Frontberichten... zagen we daar een fantastisch van. Vanavond, we kijken naar de violisten... Esther Apitulai, ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek... en zij trad op in het altviolist in het ziekenhuis in Amersfoort. Kunst heft eenzaamheid op. Kunst brengt je even op een andere gedachte. Haalt je even uit je dagelijkse beslommering. Ik moet er bijna van huilen van Esther. Het is ongelooflijk, want er zijn zo ontzettend veel mensen... die mij de laatste dagen hebben gevraagd... of ik de Matthäus-passion in mijn eentje kan spelen. Ja. Alsjeblieft, speel de Matthäus-passion. En wat zeg je dan? Dan speel ik dit. Deze mooie vioolsolo. Maar ja, het is gewoon niet echt voor je eentje. Dat is gewoon niet zo. Simon Rennick, ik ben directeur van het Concertgebouw. Zeg ik nadrukkelijk, gebouw niet van het orkest wat daarbij hoort. U maakt ook hele zware tijden door, want de zaal met 2000 plaatsen is leeg. Hoe lang houdt u dat vol? Ja, het is ongekend. Het hangt natuurlijk in grote mate ook af van die NOW-regeling. Dat de loonkosten voor een deel worden gecompenseerd. Maar ja, tussen een half en een heel jaar dan is het wel klaar. Dus dat is echt ongelooflijk. Dat hebben we nog nooit meegemaakt in de historie. Nee. Naar de buitenwereld zijn we natuurlijk een ongelooflijk sterk en groot concertgebouw. Aan de andere kant, we hebben altijd al vanaf 1888 een hele krappe exploitatie gekend. Omdat het kost ontzettend veel om dit te kunnen doen. Dus de reserves zijn niet onuitputtelijk. Dus dit is echt... Voor wie het gebouw kent, denkt, daar zit eindeloos veel geld achter. Dit is zo'n waanzinnige schoonheid werkelijk. Ja. Hoeveel hoesten jullie zelf op? Welk deel van de kosten? Wij zijn voor 95% afhankelijk of verantwoordelijk voor onze eigen inkomsten. Dus ja, die vallen in één klap weg. Dus 5% krijgen wij subsidie van de stad Amsterdam. Dus als die 95% opeens wegvallen, bij ons valt ook 100% van de kosten van de omzet weg, net als bij de Keukenhof en als bij jullie. Ja, dat kun je gewoon niet te lang volhouden. We zien hier een prachtige foto van de zaal. Inmiddels zijn jullie ook zover dat jullie creatief moeten omgaan... met de tijd en de ruimte die er toch opeens vrijvalt. Zo was daar een fantastisch optreden van de pianiste Anna Fedorova. Laten we even kijken hoe dat eruit zag en hoe dat klonk. I mean, usually when you enter to the stage of Concertgebouw full of people, it's very accelerating and very exciting because you get this whole energy from 2,000 people. And in this case, it's silent and completely empty, but it's also magic in a different way. Ja. Toch begreep ik dat jullie tot 1 juni 3 miljoen euro mislopen op een begroting van 25 miljoen. Het viel me eerlijk gezegd nog mee. Nou, het is voor ons op een begroting van 25 miljoen en je hoopt dan ieder jaar weer op een nul uit te komen, dat je geen geld verliest. Is dat heel erg veel geld. Het gaat allemaal ten koste van de reserves. Dus we missen aan inkomsten ruim 3 miljoen. De schade met die compensatie van de NOW-regeling is ruim 1 miljoen tot 1 juni. Maar als dit tot en met december gaat duren... dan lopen we tussen de 4,5 tot 5 miljoen euro schade op. Dat is echt heel veel. Ja.
Is dit een initiatief waar jullie geld mee hebben verdiend? Of was dit een geste naar de concertgebouwbezoekers die dit online konden zien? Het kost alleen maar geld. Maar we vinden het ongelooflijk belangrijk dat we nog iets kunnen doen om die zaal en mooie muziek met zoveel mogelijk mensen te delen. Want dat is waartoe wij natuurlijk op aarde zijn. Dat is ons werk. Daar leven wij allemaal voor. Ja. Het is ontzettend onwezenlijk om nu in een stil concertgebouw te komen waar niks kan gebeuren. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Want hoe kijkt u naar de toekomst? Hè? Stel, het duurt tot december. Bent u bezig met initiatieven die dan wel weer iets van geld in de kast kunnen brengen? Nou ja, er wordt natuurlijk over die 1,5 meter economie nagedacht. Mm-hmm. Maar met een zaalbezetting van nog geen 25% kunnen wij geen concerten organiseren. Dan verliezen we nog veel meer geld. Dus dat is geen optie. De enige optie die we nu eigenlijk onderzoeken is om te kijken of de concerten in de kleine zaal, of we die in de grote zaal zouden kunnen doen. Want in de kleine zaal kunnen ongeveer 430 mensen. Nou, als we die over de grote zaal verspreiden, dan kun je dan ongeveer misschien wel uit. En ook op het podium moet je natuurlijk rekening houden dat de muzici ook 1,5 meter van elkaar af moeten blijven. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Voor de zaal hebben wij het even voor u getekend. U ziet het hier op de foto en dan ziet het concertgebouw er ongeveer zo uit. Ja, dat is allemaal business class. Ja, ja, dat, absoluut. Met bijbehorend prijsniveau. Ja. 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 Nou, als je de prijzen met factor 4 verhoogt, dan kan het uit. Maar dat is natuurlijk iets wat je niet wil. Nee. Maar is dat eigenlijk het enige waarvan u zegt de optredens uit de kleine zaal halen we naar de grote zaal, is nu de enige optie die even voor jullie ligt. Om maar een beetje een idee te geven. Ja. Dat dus dus het aantal mensen dat je in de grote zaal kwijt kunt, rekening houden met die 1,5 meter, zou dit kunnen. Maar ook hiervoor geldt, en dat kwam net ook aan de orde bij die vliegtuigen. Mensen moeten naar binnen, moeten weer naar buiten, moeten naar de garderobe, ze willen een drankje krijgen. Dat zijn weer de momenten waar je afvraagt, kun je daar de veiligheid wel voldoende garanderen met die 1,5 meter in gedachten? Dus het is een stuk complexer dan je op het eerste gezicht zou denken. Het is niet alleen maar die zaal, want dan ga je vanuit dat iedereen opeens zit. Dat is niet zo. Huub, jij hebt ook een plan voor de toekomst. Je wil een noodfonds in het leven roepen. Nou ja, ik had gehoopt dat dat in navolging van Duitsland er al lang zou zijn. Ja. Maar wij zijn een serieuze tak van sport. 5% van ons nationale inkomen wordt samengebracht door cultuur. Dus wij zijn net zo belangrijke tak van sport als bijvoorbeeld de vliegerij. Alleen, ik hoor niemand over die toch heel belangrijke tak van sport die per jaar tussen de 10 en de 15 miljard opbrengt. Ja. Hey, cultuur wordt dan toch nog af en toe een beetje gezien als een soort van... Nou ja, Wiebes zei dat letterlijk op tv. Wij zijn hobbyisten. Maar ja. Rosanne heeft 5, 6, 7, 8 nog steeds elke dag de blubber gestudeerd om daar te komen waar ze is. En nu staat ze daar en nu mag ze inderdaad op een prachtige Stradivarius spelen. Maar stel je voor dat ze dat bedoel, hoe gaat dat? Het is, maar toch, het is niet het is alleen echt een cultureel probleem, maar het is ook gewoon een sociaal-economisch probleem. Het is echt een sector waar serieus heel veel geld wordt gecreëerd, waar mensen heel veel werk vinden. Ik denk ook alleen al aan die omliggende ringen rond de sector. De restaurants, de schoonmaak, de onderhoud, de vervoersbedrijven. Er hangt zoveel samen. Honderdduizenden. En dan heb ik het nog niet eens over het aantrekkelijk maken van een stad voor het vestigingsklimaat. Nee, er is toch, zoveel. Alle aandacht gaat toch uit naar de muzici, de artiesten, et cetera. Ja. Jij bent hier en je bent zo aardig om voor ons te gaan spelen. Dat vinden wij natuurlijk fantastisch. Wat ga je spelen?